Ik ben Kitta en in deze video ga ik deze hele rare thee dingen met bubbels uitproberen. En dan ga ik jullie ook laten zien hoe ik erop ga reageren. Dit is een soort van popping cooking, maar dan zijn ze Chinees misschien. Nou, ik heb geen idee, weet je. Ik snap ook echt helemaal niks van wat erop staat. Nou ja, je kan het zien als popping cooking, maar dat is het niet, zeg maar. Ik heb dit in de toko zien staan en ik dacht gewoon, dat is raar. Dat moet ik uitproberen. Dus, ik heb hier drie verschillende smaken. Ik heb geen idee welke smaken het zijn. Even kijken, ik laat er even eentje zien. Alles wat erop staat heb ik geen idee van wat het is, maar hier achterop staat is een sticker geplakt. En daarop heb ik in het Nederlands kunnen lezen dat er bijvoorbeeld melk in zit en al het andere wat erin zit. Maar niet hoe je het kan bereiden. Gelukkig bestaat er YouTube en daar heb ik een filmpje gekeken. Dus ik weet nu ongeveer hoe het moet. Dus ik ga het even openmaken. Hey. Oh, deze is al open. Handig. Hier zijn ze. Ik heb hier ook nog een kan met heet water. Ik heb een lang lepeltje. En nog best wel dikke rietjes. Welke smaak zullen we kiezen? Ik denk paars. Want ik hou van bosvruchtenthee, dus misschien smaakt het ernaar. Maar er zit dus melk in en ik heb echt geen idee of dat lekker gaat. Smaken. Oh! Kom ik hier met mijn rietjes, zit er gewoon een rietje in. Klein, heel dik rietje. Best schattig op zich. Hier is het theepoeder. En dit zijn de balletjes. Oeh, wat vergeten te laten zien. Ik heb ook een schaar, maar dat heb ik meestal wel. Hopla. Eeuw. En dit moet ik in mijn thee stoppen? Eeuw. 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 Dit menen ze toch niet? Oké, dan gaan ze dan. Stuiteren. Ruik niet lekker. Oh, het zijn er best veel. Goed, ze zeiden dat je heet water bij moest doen. Goed, ik ga deze ook eventjes vullen. Oké, het lijkt nu allemaal op een verschrikkelijk vies soepje met balletjes erin. En nu moet ik het andere poeder erbij doen met het water. Ja, het ruikt nogal chemisch. Het is. Ik wil het niet weten. Goed, vullen tot aan hier. Ongeveer. En roeren. Het lijkt meer op koffie dan op thee, zal ik zeggen. Maar toch. Oké, dan. Oh, deze ruikt weer naar aardbei. Ik vul de andere ook maar. Gadverdamme. Bosbes? Hoe zou een zo'n dingetje smaken? Het is zacht. Ja. Oké, ik had verwacht dat hij ging poppen, maar het is gewoon een zacht, smakeloos gummy ding. Goed, ik heb geen zin om nog meer te wachten. Dus ik doe gewoon de deksel erop. En dit rietje door dit gat heen. Als het me lukt. Zo. Oké.
Het is niet slecht. Maar het smaakt niet naar thee. Het smaakt niet naar thee, maar meer naar warme melk met iets van suiker en een smaakje. Het smaakt niet zo slecht. Alleen die balletjes erin zijn een beetje raar. Zo zien die balletjes eruit als ze in je ijsthee zitten. Ze zijn glibberig, ze zijn zacht, ze lijken totaal niet op het plaatje. En ze zien er best wel goor uit. Ik vraag me af hoe verschillend dit smaakt. Oh, dat smaakt heel... Dat smaakt naar hele chemische aardbei. Nee. Oké, nu de blauwe. Ik blijf maar bij de paarse, denk ik. Oké, allemaal. Dit was de video van dit smerige chemische goedje. Vond je deze video leuk? Geef dan een like. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!